Goedemorgen iedereen. Morgen. Goedemorgen iedereen. Is het niet vroeg? Wie heeft er honger? Heeft er iemand trek ergens in? Oh, je bent alleen voor het ontbijt gekomen. Ja. We hebben hier in Nederland hebben we ruim 133 groepen die elke week zo bij elkaar komen. Met ruim 3.500 ondernemers die daar gebruik van maken van het systeem. Wie zoekt dit liefst? Als je nou gewoon kijkt op dit moment, paf, wie zoekt dit? Actiematige bedrijven die dus actiematig bezig zijn. Zijn we allemaal? Wees eens heel specifiek. Wat zoek je? Mensen die mailen, die een mailing willen doen, op zoek zijn naar klanten. Ik moet zeggen, wij sturen elke week ongeveer zo'n 12.000 mailadressen eruit. Zo. En dan krijgen we een aardige respons op. Zou dat een goede klant voor je zijn, Frank? Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat is mijn collega Simon. Die gaat straks met jou aan tafel. Onze leden, die komen straks één voor één op. Die geven een 60 seconden presentatie. En dat doen ze elke week. In een chapter. En eigenlijk wat ze daar doen, daar vertellen ze wie ze zijn. Wat ze doen, waar ze heel goed in zijn en zelfs onderscheidend zijn ten opzichte van hun conculega. En waarna ze op zoek zijn. Na een jaar ziet het er nog net zo mooi uit. Perfecte kwaliteit, voor projecten geschikt, maakt niet uit. Specifiek ben ik op zoek naar de drukwerkinkoper van Flevo Ziekenhuis te Almere. Ziet uw reclame er zo uit? Dat is niet echt een visitekaartje voor uw bedrijf. Met onze 8 medewerkers. Met elk hun eigen expertise, van vormgeving en copywriting tot online marketing, zetten wij bedrijven onderscheidend op de kaart. Ik ben op zoek naar bedrijven zoals de gemeente Lelystad, die bij Odetso bloemen bestellen voor hun medewerkers als zij jarig zijn, ziek zijn, een kindje hebben gekregen of wat voor momenten ook om maar bloemen te geven om het fleurig te maken. Ik ben op zoek naar websites die nog niet geschikt zijn voor tablets en smartphones. Wij zijn op zoek naar bedrijven waar wij een besparing kunnen genereren van minimaal 25% op de totale ICT-kosten. Wat wij willen als Door Your Project is in contact komen met vastgoedontwikkelaars, facility managers en vastgoedbeheerders. Wij willen de kantoren weer kleur geven. Ik ben op zoek naar mensen die ingangen hebben in Brussel. Ik ben op zoek naar lobbyisten die namens ons en namens de keten deze markt gaan neerzetten. Ga naar Mesomal voor uw stelling. Want de prijs gaat op de... Yeah! Maar nee, zei hij, dat was een hele oude levensles. Het gaat om de gunfactor. Mensen moeten bekennen. En als ze je kennen, dan gunnen ze je de handel. Nou, dat is natuurlijk bij alle netwerken een bekend fenomeen. Maar ik wist niet dat het ook tot kunst verheven kon worden. Totdat ik uitnodigd voor deze bijeenkomst wat op internet dook en las hoe onvoorstelbaar geconcentreerd op deze manier netwerken effectief worden. Goed. Wie heeft visitekaartjes meegenomen? Wie niet? Dan doet u geen business vandaag. Actie, kom op, redden! Jij moet ook verzamelen. Ja, geef netjes een hand aan iemand, stel jezelf voor. Stel uzelf toch een beetje gedenkwaardig voor. 42. Mevrouw, ja, komt u maar. Komt u maar naar voren. Heeft u het lang gehouden of heeft u het kort gehouden? Heeft u nog uzelf nog kunnen voorstellen? Of, ik heb wel mijn naam genoemd en gevraagd of ik een kaartje mocht gelijk overzeker. Maar u heeft keurige naam nog genoemd? Ja. Okay. Dankjewel, ja. Zijn er mensen die het anders hebben ervaren? Je bent ontroerd. Ik ben ontroerd. En ik zal je vertellen. Dat meen ik serieus. Dit heeft hij niet verteld dat hij dit ging doen. Ik heb gistermorgen een gesprek met hem gehad. En dat is uitgemond in een coachinggesprek. En dat is mijn passie. Mijn passie is mensen laten groeien. En daar is het in uitgemond. En deze kerel die heeft zo ontzettend veel potentieel. We willen Fenneke. Lieve schat. Ja, je bent een geweldige voorzitter. Met ongelooflijk veel commitment. Je was een van degenen van het chapter die echt de guts hadden om dit in Lelystad op te zetten. Met de andere 20 leden, 21 leden die we nu hebben. Ja, wensen we jullie heel veel succes en geluk met het chapter Edison. We moeten Edison, nog gaan winnen. Ja, Edison is het geworden. Ja, het chapter heet Edison Lelystad. Veel succes.
We gaan jullie nog een beetje helpen op de achtergrond en voor de rest zijn jullie. Ja, ga lekker netwerken jongens en tot de volgende keer! Wat vond je van deze ochtend? Ja, zeer inspirerend. Veel mogelijkheden. Ik denk ook voor in de toekomst wel uit te kunnen bereiden ermee. Ik vond het een hele indrukwekkende ochtend. Waarom? Omdat je hier de ondernemers puur sang hier leert kennen. En hun drang om naar meer business te komen hier volledig beantwoord wordt. Nou, helemaal geweldig, inspirerend. Eigenlijk best leuk om zo'n klein initiatief in Lelystad te zien groeien. Je ziet toch dat de opkomst gigantisch groot is. Had ik eigenlijk helemaal niet verwacht. Ik had van mijn collega gehoord, die kan je waarschijnlijk hier al geweest was, want dat er ongeveer 22 leden waren en dan kom je binnen in een zaal van 200 mensen. Dat maakt echt wel indruk. Ze doen het samen, met z'n allen, en ze steunen elkaar. En dat is eigenlijk het voornaamste. Ondernemen doe je met belang. En ondernemersbelang wil zeggen, samen doen, samen sta je sterk en samen groeien. Het ontbijt was heerlijk. Goede koffie, lekkere broodjes, vers, heerlijk. Informatief. Ik overweeg ook lid te worden, hetzij of van Lelystad, hetzij van Almere. Ja, dan wordt het sowieso als ik het al doe in Lelystad. Enkel dat ik ben een heel klein massagepraktijntje, dus dat, de financiële last is daar nog een beetje moeilijk van. Hij mag niet, hij mag sowieso niet, want hij heeft te veel raakvlakken met collega's en ik moet erover nadenken. Wij gaan absoluut lid worden. Als we aangenomen worden, willen we graag meedoen.